Bassie en Adriaan, Bassie! Het is Bassie en Adriaan! Ja, dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden! Hey. De echte oldschool legends kennen dit nog wel, Bassie en Adriaan. Ja, het wordt volgens mij wel wat minder uitgezonden. Het is een beetje een programma, tv-programma van mijn jeugd. Misschien dat de jeugd van nu het niet zo kijkt, maar maakt niet uit! Er is in ieder geval een game uitgebracht van Bassie en Adriaan. En ik ga hem vandaag spelen en dan gaan we deze game beoordelen. Ja, het is weer niet gesponsord. Weer niet! Oh, dat is wel weer jammer, hè? Jongen, ik heb nooit gesponsorde video's. Oh, nou ja, dan moet ik maar rondkomen met de views en dat is helemaal prima. Maar we gaan gewoon lekker dus deze game spelen. En we gaan eens zien wat er terecht van gaat komen. De reviews waren niet heel veel belovend. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Ja, dat vond ik wel grappig om te zien. Maar ik ga hem kopen. En dan kunnen jullie achteraf nog altijd beslissen of jullie hem gaan kopen of natuurlijk niet. Maar voordat we gaan beginnen, doe even dat duimpje omhoog voor deze Bas en Adriaan game. Want laatst deed ik een SpongeBob game. En die vonden jullie best wel leuk. Want SpongeBob is echt mijn jeugdheld. Maar Bas en Adriaan natuurlijk ook wel. Dus ik dacht, ik ga hier ook gewoon een video over maken. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. En check Boosheim-kleding op boos.nl. Verzenden in Nederland kon altijd al. In België was even een tijdje eruit. Maar dat doet het ook weer. Dus zeker een checken waard. Ook voor de Belgen. Maar doe de greenscreen omhoog en dan kunnen we gaan beginnen, jongen. Want stel jij hebt 3 euro op je account staan en je denkt, nou, ik ga Bassie en Adriaan kopen. Dan zijn de comments niet heel veel belovend. Heel leuk. Meer levels uit B. Betaal 2,99 euro. Vervolgens ben je na een paar minuten al uitgespeeld. En het is echt best wel ernstig. Volgens mij kan je dit binnen een kwartiertje uitspelen. Dus ik ben benieuwd. Als het inderdaad zo is dat je binnen een kwartier al klaar bent met dit spel. Voor 3 euro. Dat is het misschien niet waard. Maar we gaan het zien. Ik koop het voor 3 euro. En we zien wel wat er terecht van gaat komen. Bassie en Adriaan, jongen. Mijn jeugdhelden en de jeugdhelden van velen. Ja, oké. We gaan het downloaden. Ik zie jullie wel op het moment dat het... het is al gedownload. Oké, het is niet een... Oh, 200 MB is het. Ja, ik heb een beetje snel internet. Dus hey, dat is wel top. Dan kunnen we nu al gaan beginnen. Oké, ik moet oortjes hebben, want ik heb nu geen geluid. Het is Bassie. En Adriaan. Tum-tum. Hoppa. Jongen, je hebt de officiële Bassie en Adriaan muziek eronder. Ik hoop niet dat er copyright zit op die muziek. Want dan speel ik dit spel, maak ik er een video over. Verdien ik er niks mee omdat er copyright op de muziek zit. Dat zou wel echt heel erg shit zijn. Oké. Op een prachtige middag bij de caravan van Bassie en Adriaan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn. Ja, hey, hallo. Ja, heel fijn, heel fijn, heel fijn. Adriaan stelt voor om te gaan vissen. Maar ja. Bassie is nog een spelletje aan het spelen. Ah. Kun jij hem helpen? Oh, we moeten een spelletje gaan spelen met Bassie. 6, 12 of 24? Ik ga voor 12. Is dit kwartet dan? Oh, dan moet je onthouden. Oké. We moeten het onthouden. Oké, ik ga even doorstrijden. Oh, die was hier. Ja. Hoe ouder je wordt. Oh, die was Bassel. Hoe slechter je vaak in dit soort spelletjes wordt. Maar ik heb nu redelijk ver. Ja. Ik heb hem! Oh nee, dit is echt heel ernstig dat ik dit soort spelletjes op dit moment aan het spelen ben. Waar is dit kanaal heen gegaan? Ik speel een spel, dit is een beetje Bassie en Adriaan, we zijn mijn jeugdhelden. Maar het is ook echt een spel voor echt jonge kinderen. Oké, we gaan verder. Misschien helpen om de auto in te laden? We moeten de auto inladen. Hoe moeten we dat doen? Yeah! Oké, ik weet niet wat ik dacht toen ik dit spel zag. Ik had misschien wel iets meer verwacht dan dit. Oh, dit is echt zo'n spel voor een kind van 3 jaar. ik weet niet. Welke route moeten we nemen? We moeten vissen, hè? Dan moeten we de blauwe route nemen. Goed geraden. Goed geraden, dankjewel. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben nu nog 3 minuten aan het spelen momenteel. Ik ben benieuwd of het inderdaad binnen een kwartier klaar is. Dan heb ik gewoon een kwartier lang dit en dat. Ze hadden er wel iets anders van. Ik weet niet. Ze hadden er meer van kunnen doen. Kan je ook toeteren? Oh, je kan gewoon toeteren. Oh, we zijn tegen de politie aangereden. Oh, je kan ook sturen. Oh, lol. Oh, dat wist ik niet eens. Oké, dat hebben ze dan toch wel even leuk gemaakt. Op zich, qua graphics voor een Bas en Adriaan spelletje, ziet het er toch nog best wel leuk uit. En je kan je ook radio veranderen? Oh nee, dat is gewoon de radio aan en uit. Dat kan je daarmee doen. Dus je hebt of een muziekje of je hebt geen muziekje. Nee. Tut tut. Nou, ik zie jullie wel als we wat verder zijn. Kan je ook botsen zo? Kabam! Jongen!
Oh, hebben we nu een botsing? Oh nee, we moeten even wachten. Oh, daar is de finish! Ja, het is eigenlijk race, maar ook weer niet, want het maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, dankjewel, dankjewel. We hebben het gehad. We gaan door naar het volgende level. Trouwens wel een flex auto hoor, van Bassie en Adriaan. Ik denk dat we nu moeten gaan vissen. Oh, nu moeten we de spullen van de auto naar de boot doen. Oh, 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 wat een gedoe, wat een gedoe. Wat nou? Nee, ik denk dat hier moet. Oh, ik ben, nee. Oh nee, ze moeten toch daar. Oh, dit is echt zo slecht. Oké, misschien moet ik voortaan betere research doen voordat ik een spel koop voor 3 euro. Want ja, dit is echt zonde geld. Dit is gewoon weggegooid geld. Nou ja, ik ben natuurlijk ook niet helemaal de doelgroep. Dat moet ik ook toegeven. We hebben een vis gevangen. Dus je gooit je hengel uit. Of wat kan je hier nu doen? Oh, waar de vis komt, daar druk je op. En dan vervolgens gooit hij de hengel daar en dan heb je een vis gevangen. Oh, dat gaat vrij simpel. Ja, nou, tot nu toe gaat alles vrij simpel. Oh, daar is een vis. Laat ik mijn hengel daar maar gooien. Wat zal dan gebeuren? Spanningssensatie. Yay, we hebben een vis gevangen. Hoeveel levels zou je hebben? Stel, ik druk op home en ik druk nu weer op play. Oh, je hebt 8 levels. En dit was al level 3. Dus ik snap inderdaad dat je dit binnen no time hebt uitgespeeld. Oh, moet ik dit level nu weer opnieuw doen? Omdat ik nu terug heb gedrukt. Oh ja, blijkbaar. Ik doe hem weer even opnieuw. Ja, helemaal onder de mudder. We moeten even schoonmaken. Oké, okay, Bassie en Adriaan zijn weer schoon. Ze waren in de water gevallen. Omdat Bassie met de... Oh, hier nog meer water over je heen. Oh, ze zijn nu helemaal goed schoon. Omdat Bassie met de haak in de boot had gezeten. Oh, even feunen. Alsjeblieft, jongen. Zou dit ook tellen als een level? Of is dit allemaal nog onderdeel van level nummertje 3? Ik weet het niet precies. Maar als, het gaat zo snel, dit spel. Ik zie jullie zo meteen als we iets verder zijn. Als we bij het laatste level zijn. Want dan gaat het natuurlijk echt heel spannend worden als we bij het laatste level zijn. Maar eerst even kijken wat er in het kist zit. Oh, we krijgen nu nog niet te zien wat er in het kistje zit. Oké, okay, dat bouwt de spanning zich op. Wat zit er in het kistje? Ja, we krijgen nog niet te zien. Daar hebben we nog heel even geduld voor nodig. Oh, hier is het kistje. Oh, er zit een schatkaart in. Oké, okay, het viel een beetje tegen wat er in het kist zit. Ik dacht misschien een dikke schat, maar het is een kaart. Oh, we zijn bij een mysterieus kasteel beland. Zou dit dan al het laatste level zijn? Ik heb geen idee. We gaan nu in ieder geval op zoek naar het schat. En ik denk dat de schat in het kasteel ligt. Dus ja, dan zal het daar wel in liggen. Ja, we gaan het zien. Ik denk nu, ja, aan de ene kant, ik heb het nu gekocht. Ik moet er eigenlijk video over maken. Aan de andere kant denk ik, ja, waar ben ik mee bezig? Maar we maken het af. Ik ga het spel even uitspelen. Oké, okay, welke deur zouden we moeten nemen? De deur met de kikker boven de deur? Of de... Oh, het zou denk ik dan het konijn zijn, aangezien er een konijn te boord heeft. Oh, ja! We hebben het schat gevonden! Yo, wat een feest! Dit is wel echt heel bizar. Oh, wat een mysterieuze puzzel inderdaad weer. We moeten hem ontgrendelen. En dit was hem al. Yes. Oké, okay, nou nu ben ik wel benieuwd. Ja hoor, we hebben de schat gevonden. Was dit het, als dit het eind van het spel is, hebben we binnen 10 minuten het spel uitgespeeld. In 10 minuten tijd. Volgens mij is dit het, hè? Volgens mij is dit het, 100%. Oh nee, ze gaat toch nog iets verder. Ik dacht, nou, schatkist gevonden, dat is het eind. Maar of, oh nee, de schatkist gaat misschien nog gestolen worden. Oei, 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 oei. Ze willen natuurlijk de schat stelen. Oké, okay, ik dacht dat het al het eind was. Toch nog niet. We moeten nog even iets verder spelen. We moeten denk ik zo meteen de schatkist verdedigen. Oh, we moeten waterballonnen gaan gooien. Dat is wat we nu moeten doen. Kom op, boom, boom, boom. Headshot, headshot, ding, ding, ding. Oké, okay, die ging net niet raken. Oké, okay, hier, oh, hier dichtbij. Oké, okay, dit is dan nog de beste game van die we tot nu toe hebben gedaan. 100%. Oh, nou, blijkbaar er stond niet bepaald hoeveel je er moest raken. Ik heb het gewoon gehaald. Ik had mijn 30 ballonnen gegooid. En dan was het goed. Het was niet bepaald dat je hoeveel team moest raken of zo. Nee, geen idee. Ze zijn in ieder geval weggevlucht. Daar ging het om, daar ging het om. Oh, daar komen de boeven. Maar heb ik even een banaan daarop gelegd? Oké, okay, ja, kijk, dan glijdt hij natuurlijk uit. Ja, het heeft goed gewerkt. Het heeft goed gewerkt. Oké, okay, nou, ik zie jullie nu echt op het eind als we dit spel hebben uitgespeeld. Maar ik denk dat het niet meer lang gaat duren. Maar ja, je weet het maar nooit. Oh, drommels, drommels, drommels. We hebben hem gevangen genomen. Op zich... Ik denk voor echt jonge kinderen is dit best wel een leuk spel, maar dit... Ik had er toch wel iets anders bij gedacht of zo. Ik weet niet, wat had ik gedacht? Ik had niet verwacht dat het een spel zou zijn voor kinderen van 3-4 jaar. Ik had nog iets ouder verwacht of zo. Ja, weet ik veel. Ja hoor, inderdaad. Dit is sowieso het eind. Ik heb ze nog een taartje gegeven. Ze zijn helemaal blij. Oké, okay, dan uiteindelijk zijn we niet 10 minuten bezig geweest, maar een kwartiertje. Zoals de comments ook zeiden.
Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Dus als het goed is, hebben we het nu uitgespeeld. Ja, inderdaad. Wat ik eigenlijk een beetje mis, was gewoon een soort van, weet ik veel, een spelletje wat je gewoon kon blijven spelen. Gewoon één game mode waar je bijvoorbeeld een zo hoog mogelijke highscore kon halen. Kijk, dat maakt het nog iets leuker, want nu is het echt één keer het verhaal doen en je hebt het gehaald. Maar ja, ja, ook als jonge kinderen, ik weet niet. Het is een grappig spelletje, zeker potentie, maar ja, voor nu, en sowieso voor mij niet. Voor mij niet. Ja, misschien voor jonge kinderen. Ik laat het erbij. Ik ga het niet nog een keer doen. Ik bedank jullie voor het kijken. En als jij dan denkt, nou, dit vond ik echt een topspel, laat het weten in de comments. Of als je een ander spel hebt wat ik moet spelen, laat het ook weten in de comments. Maar dan was dit echt. Dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hé, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor bouwzuimkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!